Voor Visteda is dit een bijzonder project omdat we op deze locatie betaalbaarheid in de huurwoningen weten te combineren met bijzondere architectuur die ook recht doet aan de historie van deze locatie. De samenwerking met Koopmans hebben wij tot nu toe als zeer prettig ervaren. Ik denk dat een belangrijk voorbeeld daarin is dat we ook nadat we de contracten met elkaar hadden getekend, uiteindelijk toch nog hebben gezocht naar verdere optimalisaties in het ontwerp, zodat de haalbaarheid voor beide partijen is vergroot. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd dat we hier niet 109, maar 116 woningen met elkaar gaan realiseren. Dit project is heel bijzonder voor Koopmans en dat is toch wel vanwege het feit, wij zijn een echte Enschedeerse aannemer, hier liggen onze roots. Ja, en dit project op deze bijzondere locatie op het Roombeek, waar op 13 mei 2000 vuurwerkramp heeft plaatsgevonden, is voor ons heel bijzonder dat wij mogen helpen met de wederopbouw van deze wijk. Buiten het feit dat het ook een heel iconisch gebouw is, op een historische plek ook in Enschede, waar vroeger de Twentse textielindustrie heeft plaatsgevonden. De bouw verloopt erg goed. Het is best wel een hele complexe bouw. En met name ook, we kijken hier naar de schoorsteen die achter ons staat. Daar zijn we mee begonnen. Die schoorsteen hebben we gestabiliseerd en hebben we ook rechtgezet. Daar moesten we mee beginnen voordat we überhaupt konden beginnen met de bouwput en het bouwen van de tweelaagse kelder met de 116 appartementen erbovenop.